Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe up-to-date of stay up-to-date. Het is een tijdje geleden, ik ben af en toe een beetje, zoals ze zeggen, onactief. Sorry daarvoor. Ik heb al misschien een klein goed nieuwtje, ik weet ook niet doorgaat zetten, ondertussen buiten is soms wat koud. Ja, nu niet het verkouden was ik, denk ik, een week geleden wel. even kijken hoor. Ah ja, ik heb op het internet heb ik even lopen zoeken, ook met behulp van iemand die ik ken. Heb ik een site gevonden met ik weet niet hoeveel verschillende dingen, bijvoorbeeld gamestoelen. Nee, ik ga geen gamestoel nemen. Dan zag ik een leuke headset voor ongeveer 22 euro. Nou, dat heb ik aan mijn ouders laten zien. Ze zei van, ze vroeg aan mij wat wil je voor kerst. Oké, het duurt nog een tijdje, maar beter te vroeg dan te laat. Dus zei ik van, ja, ik wil dit. Deze koptelefoon wil ik, deze headset. En dan legde ik uit de rond van, ja, als ik aan het opnemen ben, dan klinkt mijn stem af en toe zo zacht. Dit en dat, bla bla bla, zus en zo. Dus als het misschien mee zit, krijg ik hem dan een leuke headset met kerst. Even kijken hoor. Oh ja, ik heb laatst een spel gekocht. Ik zal het er eigenlijk bij pakken. Het spel heet, dat kennen we misschien de meeste op. Hoe spreekt dat eigenlijk precies goed uit? Asians Greed Ultimate Collection. Nou, in de Ultimate Collection zitten dus Asians Greed, het eerste deel, Asians Greed 2, Asians Greed Brotherhood en Asians Greed Revolution. Over Revolutions, of hoe je dit ook uitspreekt. Maar ik heb Windows 8 op mijn laptop. En wat blijkt, het spel kan alleen gespeeld worden op Windows 7, Vista of XP. Nou, mijn vader heeft er voor mij soort van programma erop gezet waardoor mijn laptop voor de gek wordt gehouden. Dus hoort hij eigenlijk te denken dat Windows 7 is. Maar schijnbaar werkt dat niet, want mijn laptop leest nog steeds niet het cd'tje. Dat vind ik wel erg jammer, want ik heb al 15 euro eraan besteed. Maar nu ben ik eigenlijk van plan mijn laptop door waarschijnlijk mijn oom of door mijn vader zelf te veranderen naar Windows 7. Ik heb gehoord van een vriend van mijn vriend. Long story. Heb ik gehoord dat waarschijnlijk, want ik had er ook van ja, ik weet niet of ik veel verlies. Nou, schijnbaar verlies het niet. Want als ik in een menubalk kijk, dat kan ik eigenlijk nu wel even laten zien. Kan ik nu gewoon laten zien. Nou, als ik dan hier zo op, ja, dit icoontje was eerst aan de icoontje. Als ik nu hier op klik. Moet even kijken, want zie je al die dingen staan. Ja, als ik naar modern applicaties ga, dan staat hier alles wat ik op Windows 10 heb staan. Waaronder een paar apps, ja, die zijn net buiten beeld. Maar er zijn ook een paar apps tussen. Dus apps van Windows 10. Dus als het goed is, zou ik dit verliezen, maar oh. Ik weet niet of dat ook geldt voor de andere dingen eigenlijk. Die dingen. Kijk, dan verlies ik bijvoorbeeld deze app, die app. Dat zijn gewoon apps waarvoor ik naar kijk. Deze app bijvoorbeeld of die. Dus ja, deze verlies ik ook. Dus moet ik mijn mail dan gaan bekijken. Via internet of zo? Ja, ik weet het allemaal niet. Het is hier 5:06. En mijn vader komt zo thuis. Momentje hoor, ik ben zo terug. Als hij op pauze gaat, gaat hij op. Zo ben ik. Ik ben een klein beetje buiten adem, vind ik. Laat mij even op adem komen. Ik zat ook nog te denken om een nieuwe soort aflevering op te gaan nemen. Van Funny Time. Daarna ben ik van plan allemaal grappige filmpjes op te zoeken, grappige dingen te bedenken, etc. Maar nu weet ik nu niet echt zeker of ik dit ook ga doen. Dus misschien zijn er mensen die denken, oh, Funny Time, dat klinkt hartstikke leuk. Als dat zo is, of als ze bekender zijn, ja, dat kan ook. En die denken van, ja, dat lijkt me leuk om dat te zien. Laat dan een reactie achter onderaan. Helemaal onderaan ergens. Bijna onderaan. Nee, ja, oké.
met het antwoord of het jullie leuk lijkt om zulke afleveringen te kunnen bekijken. Ondertussen gaat hij gezellig naartoe. Even kijken hoor, dingen nog mee te vertellen. Oh ja, ik heb op een stoffenmarkt heb ik een stof gekocht. Een bruine spijkstof als het goed is. Even kijken. Ja, het is waarschijnlijk spijkstof. En daar wil ik een cape van gaan maken. Nou, bijvoorbeeld voor cosplay. Dat vind ik gewoon leuk. Ja, voor de rest weet ik niet echt wat ik echt moet gaan. Wat nog meer een update is. Even nadenken hoor. ja, ik weet het niet meer. Nou, wat het ook waarschijnlijk is, of was het vanaf nog, en of er nog iets was, komt misschien in de volgende update. Hoe leuk, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze update. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Ja, en dan waarschijnlijk tot de volgende keer. Later!